er weer zijn bij Titus en Fien TV. Wat heeft dat lang geduurd? Nou hè. Oh, maar we zijn weer terug hè. We hebben jullie gemist. We hebben jullie heel erg gemist en jullie ons misschien ook wel. En nou is het zo, we komen terug met weet ik hoeveel afleveringen. Ja, leuk hè. En wat nou zo is, jullie moeten nu naar school toe. Dat is een beetje de tijd nu hè. Zo eind augustus moet je weer naar school toe. Dus jullie we moeten naar school toe. Helaas. Dat is niet zo leuk. Maar wat is dan wel leuk? Titus en Fien TV is... Terug! Maar het is ook heel anders geworden. Het is niet... Vorig jaar hadden we een programma en dat was een beetje kort. Want jullie zeiden... Wat is het te kort? Kan het niet wat langer? Nou, en daarom hebben we nu een oplossing. Want we doen meer onderwerpen. Precies, Titus. Wat doen we allemaal, Fientje? Nou, we gaan bijvoorbeeld de moppenmenu doen. Oh, die blijven gewoon in. Die kennen we al, maar die was zo leuk en dat vonden jullie ook leuk, dus die houden we er natuurlijk in. Is het nog steeds een minuut of zeg je het mag wat langer? Het is nog steeds een minuut, Titus. Oeh, wat ben jij toch streng. Nee, het is de moppenmenu, hè? Een minuut, ja, anders zou alles geen minuut. Maar dan, wat gebeurt er? We gaan kijken naar Titus en Fien in actie. Jij in actie? Zeker. Wat betekent het? Nou, dat is dus dat je een stukje ziet van ons in een musical die we al hebben gedaan. Ja, want dat is nou wat leuke, hè? Wij hebben in musicals gespeeld. Wij zijn musical artiesten. En dit jaar zijn we ook weer gevraagd. Wij zijn dit jaar gevraagd om mee te spelen in... Hans en Grietje, de musical. Ja, daar mogen wij dus in gaan spelen als Titus en Fien. Want we zijn Titus en Fien, dus we spelen ook Titus en Fien natuurlijk. En om jullie nou een beetje mee te nemen erin, om mensen een beetje achter de schermen te laten kijken, hebben we een nieuw onderdeel in ons programma. Precies. En dat is... De vlog. Wat zeg je? De vlog. De wat? De vlog. Wat is een vlog? Nou, dat je ons dus volgt in een vlog. Wat betekent vlog? Nou, dat is dat wij zeg maar met de camera op pad zijn gegaan tijdens de repetities van Hans en Grietje. Je ziet ons zingen, je ziet ons dansen, je ziet ons bij het decor een kijken. Een soort videologboek. Ja. Vlog. Bedoel jij? Oh, een videologboek. Bedoel je dat misschien? Vlog. Een vlog. Dat is het natuurlijk. Ik leg het de mensen thuis even uit wat het is. Jij komt met een heel lang verhaal en die kinderen snappen het al lang. Het is gewoon een videologboek. Achter de schermen. Wat zeg je? Achter de schermen bij Hans en Grietje. Ja, of ervoor. Het is maar net waar we staan natuurlijk. En weet je wat nou zo leuk is vandaag? Ze komen langs. Wie? Ze komen langs. Wie? Ze komen langs. Hans en Grietje! Die komen langs in ons programma. Dat vinden we wel hartstikke spannend. Dus we hebben dat. We gaan kijken naar oude scènes voor ons, zeg maar. We hebben de vlog. En wat hebben we nog meer? We hebben jouw moppie. Ben ik dat? Natuurlijk ook een beetje Titus. Maar ik bedoel een kind die een mop vertelt. Jouw moppie. Oh, jouw moppie? Ja. Dat ze gewoon een mop vertellen op locatie. Precies. Dat is niet hier. Dat is niet hier. Dat is elders. Elders. Ja. Ook leuk, ook leuk. En natuurlijk sluiten we traditiegetrouw af met de kijkersvraag. Het is de eerste uitzending. Je gleed er naartoe. Het klopte niet helemaal. Begin overnieuw. Sorry mensen, het is de eerste uitzending. Doe hem gewoon overnieuw. Hallo, Oliebol! Nee, niet tamer dat je zegt traditioneel, traditiegetrouw? Dat is het juiste woord. Fien heeft daar soms een klein beetje moeite mee. Dat is de Nederlandse taal. Titus, niet te veel aandacht aan besteden. Heb ik al gezegd. Traditiegetrouw, ik weet het. Sluiten we af met de kijkersvraag. Met de kijkersvraag, die zit er ook weer in. Goh, Fien, ik heb er zin in. Ik ook! Het was een beetje een lang intro voor het nieuwe seizoen, maar vanaf nu vliegen we er doorheen. En we gaan beginnen met de Moppenminuut! Moppenminuut! Dat was het leuk. We gaan een minuut lang moppen vertellen over het onderwerp waar ik een beetje over begon. Dat is misschien wel, ik begon natuurlijk erover dat ze weer terug moeten naar school. Ja. Dus het onderwerp is... Naar school. Naar school. Niet zo leuk, maar als je er een mop over hoort, denk je... wat lachen. Hè? Top. We gaan ze gewoon dat doen. Dat hopen we. De tijd gaat nu in. Oké. Okay. Nou, jij begint. Oké, okay. Titus, luister. Ja. Waarom gaat een boom niet naar school? Waarom gaat de boom niet naar school? Hè? Ik vind het... Het is een beetje... Het is gelijk moeilijk. Hij is geschorst. De boom! Hey Fien, als we zo het seizoen beginnen, zit het goed. Nu jij, Titus. Nu jij. Ik kom daar niet meer over. Doe nou natuurlijk. We gaan het gewoon proberen. Tijdens de geschiedenisles vraagt de juffrouw aan de klas... Waar is Willem van Oranje gestorven? Steekt Jantje zijn vinger op. Hij zegt, op pagina 71. Ah!
Hij had natuurlijk moeten zeggen in Delft. Dat jaar. Ja, dat had ook gekund. Waar in Delft had hij moeten zeggen. Maar hij zegt. Hij zegt leuk, op pagina 71. Leuk. Want misschien zit je te denken, het was op pagina 71. Titus! Wat is het? Het is 1 minuut, hè? Oh, is, even doorwerken. Oké, we moeten open zijn. Luister. Nog 1 mopje, denk ik. Grietje vraagt aan haar vader. Doe je nou Grietje omdat we van Hans en Grietje zijn? Heb je hem door? Het is allemaal gekoppeld, hè, de thema's tegenwoordig. Grietje vraagt aan haar vader. Er zit een soort lijn in ons nieuwe programma. Grietje vraagt aan haar vader waarom ze eigenlijk Engels op school moet leren. Ik heb geen idee. Maar Grietje, de halve wereld spreekt toch Engels? Antwoordt haar vader, waarop Grietje verbaasd zegt. Nou, en is dat nog niet voldoende? Zo van ze spreken al Engels. Waarom moet ik het ook nog doen? Hey, die Grietje is niet gek, hè? Nee, dat weet ik wel. Ik vond ook de tijd. De tijd is al lang om, Titus. De tijd is al lang om. Ik zat er helemaal niet op te letten. Nee, joh, maar we moeten daar wel een beetje, maar anders krijgen we klachten. We moeten wel op de tijd blijven letten. Maar ja, voor nu is de moppenminuut voorbij! Oh, we gaan snel door naar het volgende onderwerp. En dat is Titus en Fien in actie. Ja, dat is wel leuk. We gaan namelijk even kijken. We gaan even terug. We gaan een paar musicals terug. Waar gaan we naartoe? We gaan dit keer naar Rapunzel de Musical. Dat vond ik zo leuk, Fien. Dat was zo ontzettend leuk. Met die vlecht. Vond ik ook. Met die vlecht. Maar we gaan nu weer kijken naar een hilarisch moment in de voorstelling. Welk moment? De kapper is een onderbroek. Onderbroekenlol. Tobias, gelukkig, je bent er. Kijk nou, zeg, die man die loopt in zijn blootje. Majesteit. Wat is hier aan de hand? Dit is werkelijk de slechtste kapsalon ter wereld. Majesteit. Majesteit, het spijt me echt verschrikkelijk. En ik heb geen idee wie deze groene types zijn. Hè? Nou, wij zijn Titus en Fien van Titus en Fien. Laat jij je onderbroekje zien. Hij is nog gewoon in zijn onderbroekje. Kan toch niet? Nou, kan wel, want je hebt het gezien. Het is zover. Wat? Het is zover. Het is zover. Ze zijn in de buurt. We hebben hele bijzondere gasten. Oh, dit is leuk. Ja, het zijn eigenlijk onze collega's. Ja, onze dus we hoeven niet zenuwachtig te worden, maar zij zijn natuurlijk de echte sterren van de show. Juist. Wij zijn decor. Ja. Wij zijn een beetje, wij lopen eromheen, maar zij zijn het middelpunt. En zij zijn bij ons in de studio. Het gaat namelijk in dit onderwerp om de vrienden van Titus en Fien. Zijn ze hoor, Hans en Grietje, onze collega's in Hans en Grietje de Musical. Wat leuk dat jullie te gast zijn, zeg, bij ons in het programma. Het is de eerste uitzending, dus we zijn een beetje zenuwachtig. En we waren nog extra zenuwachtig omdat jullie langskwamen. Ja. En de kijkers thuis ook, die zaten op het puntje van hun stoel van wanneer zijn ze er nu? Nou, nu. Ja, nu. Ze zijn er nu. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Hebben jullie een beetje zin in de musical van Hans en Grietje? Kan je even, heb je er zin in? Wat sta je er popelen? Wat is het? Wat is er? Wat voel je? Nou, dat allemaal sowieso. Ja. En we zijn dus al begonnen met de repetities. Dat is echt superleuk, want dan krijg je een beetje zo het gevoel hoe het gaat worden, met wie je gaat samenwerken. Nou, dat is in ieder geval al heel erg geslaagd en heel gezellig. Gezellig, ja. Zijn jullie dat ook? Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, als deze twee erbij zijn, dan is het sowieso... Ja, dat was namelijk ook een vraag van onze kijkers natuurlijk. Ja, hè? De vraag was ook zo van, hoe vinden jullie het om met Titus en Fien samen te spelen? Ja, misschien kan je ons afzonderlijk behandelen. Nou ja, natuurlijk. Ja, dat ze eerst even over jou wat zeggen en dan over mij. Anders gaat het misschien in het grote geheel. Het kan zijn dat het met mij heel anders is dan met jou bijvoorbeeld. Dat is Hans, hoe zit het? Nou ja, het is natuurlijk superleuk en hilarisch. Als we staan te repeteren, dan lachen we natuurlijk allemaal in een deuk. Ja, dat is ook zo. Je moet wel ontzettend op. Wij ook om jullie hoor. Wij ook om jullie. Als jullie bezig zijn, denk ik ook bij onszelf. Nou, hoe verzinnen ze het? Als wij staan te dansen. Als jullie staan te dansen. Maar misschien wel leuk, want ik zie die mensen thuis ook een beetje denken. Waar kennen we ze van? Wat is het? Weet je, wat zijn het voor types? Wat is hun achtergrond? Vertel even, waar kunnen de mensen jullie van kennen? Waar kunnen ze jullie van kennen? Ja. Ja. Nou, Hans. Wat heb jij bijvoorbeeld, want je bent niet zo groot natuurlijk, maar wat heb je al gedaan? Nou, ik heb... Buiten de lagere school om. Ik heb Suske gespeeld in Suske en Wiske. Was jij dat? Ja, dat was Suske en Wiske. Als de muziek speelt en de show begint. Met de Circusbaron. Wat leuk zeg. Heb je nog meer gedaan dan dat of was en dat ik, het? Ik ben Silos in Zoe en Silos. Dat kennen ze wel. Zoe en Silos, je moet even uitleggen. Een televisieprogramma. Oh echt waar? Is dat? Ja. Waar gaat dat over? Ja. Kan je iets zeggen? Dat gaat over de dierentuin van... Oh echt? Dus jullie kennen elkaar al? Nou ja! Je
is dat van de olifanten, dacht ik misschien. Jij maakt grapjes, maar ik ken het toevallig wel. Dat is op RTL Telekeer. Oh, heb je het gezien? Hartstikke leuk. Ja. Hey, en waar kennen we jou daarvan? Nou, Telekeer is lekker, lekker bruggetje. Oh, daar zijn we. Nou ja, ik kom van Telekids vandaan. Ik was Kate. Kate? Ja, ja. Maar was jij dan ook van... Nee, wacht even. Stop even. Oh, nu heb krijgen jij, heb jij dan ook die film gedaan met... Je weet wel wie? Met? Ja. Met Bassie en Adriaan. Was jij op de televisie? Zij heeft ze ontmoet ook echt. Ja. Dat hebben wij vroeger toch vaak gekeken, hè? Naar Bassie en Adriaan. Maar jij hebt ermee gespeeld. Ja, in de film. Och, wat leuk. En ze zijn echt wel heel gezellig ook. Nou, dus was super gezellig. Geweldig. Hey, en nu even over de musical, want waar gaat de musical over? Willen ze wel weten? Ja, het is de eerste uitzending, dus hij duurt wat langer, hè? Dat je denkt van, nou, wat duurt een lange uitzending? Maar jullie wilden langer, krijg je langer. Zullen we heel kort uitleggen waar het over gaat? Ja, waar gaat het over? Nee, Hans en Grietje die worden achtergelaten in het bos omdat de vader niet meer voor de kinderen kan zorgen. Ja, we mogen ook niet te veel vertellen. Bij wie worden jullie achtergelaten is misschien leuk. Bij jullie. Bij worden achtergelaten. Ah, want jij hebt een snoephuis. Ik ben zeg maar de snoepheks met mijn man. Ja, daarom, zij is eigenlijk de slechterik. Nou ja, ze is niet echt slecht, want je bent in het echt goed, maar daar speel je slecht. Inderdaad. Ja, zij speelt sowieso altijd heel slecht. Nou. Dus dat is zo. Dat geeft toch ook maar jullie worden dus onze ouders, hè? Dat is wel. Een soort vervangende ouders zijn wij. Dat is wel leuk, want we hebben natuurlijk geen kinderen. Dus misschien wel leuk dat we dat even kunnen gaan ervaren. En als we dat nou fijn vinden, Fien, dan zouden we erover na kunnen denken. Ja. Over een klein tietertje. Hartstikke. En na de voorstelling kunnen kinderen met jullie op de foto gezet? Handjes geven, high five, knuffelen, alles. Hè? Alles gewoon. Ja, hoor. Het is wel de moeite om te komen, zeg. Ik heb er nog meer zin in nu ik jullie heb gesproken. En ik zou zeggen, bedankt voor jullie komst naar de studio bij Titus en Fien. En we zien jullie op de volgende repetitie. Nou zeker weten. Deze neem ik mee. Hans en Grietje pen. Geef hem ook even zo'n pen. Geef hem ook even zo'n pen. Kijk eens, Hans. Hij geeft licht. Dit wil ik. Die geeft leuk, hè? Ja. Geef het gewoon weg. Jullie hebben hem al. Leuk dat jullie er waren, hoor. Dat waren de vrienden van Titus en Fien. Jouw moppie. Wat is nou precies jouw moppie, Fien? Zeg het nog even één keer tegen de kijkers. Dat is dus dat een kind een mop vertelt. Yeah. Maar niet hier, maar ergens op locatie. Bijvoorbeeld op een van onze fandagen. Dat hebben we gefilmd. Ja. En daar kunnen we nu naar gaan kijken. Gaan we nu van genieten. Nou, ga er maar van genieten, hoor. Jouw moppie komt er nu aan. Er zit een man in een café. Hij moet naar het toilet. Als hij terugkomt, zegt hij tegen de barman: Zo, jullie moeten wel heel goed verdienen. Ga naar het toilet aan. Op dat moment loopt er net een andere man naar het toilet. Hij loopt boos terug. Hé, wie heeft er in mijn tuba gepoept? Wie heeft er in mijn tuba gepoept? Gouden toiletten! Gewoon in de tuba gepoept! Dat was wel lachen, zeg. En die man ging naar het toilet toe. Die zegt, nou, dat is nogal wat hier natuurlijk. En jullie verdienen veel geld, want je hebt een gouden toilet. Zeg, hey, gaat er een ander naar het toilet toe? Komt die terug? Hé, wie heeft er in mijn tuba zitten poepen? Daar kunnen onze moppies niet tegenop. Wat een goeie, joh! Hey. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Die was leuk, hè? Ik vind het een leuk onderdeel. Ik heb ervan genoten. Laatste onderdeel van het programma is natuurlijk de kijkersvraag. De kijkersvraag, dat is altijd een heel leuk onderdeel. Dan mogen kinderen vragen wat ze willen. En mocht jij nou bij jezelf denken, ik wil ook even wat vragen, dan moet je ons gewoon even mailen. Dan ga je naar titusenfien@vanhoorne.com en dan stuur je je mailtje of je vraagje en dan zeg je, nou, ik wil dat of dat weten. Dan gaan wij die vraag de komende weken voor jou beantwoorden. Mocht je nou andere informatie willen of je wil ons wat toesturen van die leuke werkjes, dan moet je kijken wat we allemaal toegestuurd krijgen. Laat eens even wat zien. Ongelooflijk, maar onze brief, we hebben ook een brievenbus, hè? Ja, kijk. Hij puilt uit. Nou, puilt? Hij puilt uit. Dat is dat hij heel vol zit. Ja, enorm. Dat is waar echt, er komen zakken voor staan. Is niet, kijk, er komen allerlei foto's ook, krijgen we opeens toegestuurd. We krijgen tekeningen toegestuurd, allerlei werkjes. We zijn er hartstikke blij mee. Super. Blijven doen. Dus gewoon blijven doen. Maar nu de kijkersvraag. De eerste vraag, het zijn er twee. Mogen we er twee doen? Gaat het ook over school? Het gaat zeker over school, want dat is het thema. Ja. Van terug naar school. Nee, daar komt de eerste vraag. Romy Vos wil heel graag weten wie er nu slimmer is. Titus of Fien? Au, dat is makkelijk. Wie dan? Ik. Hoezo? Gewoon. Waarom ben jij slimmer? Nou, ik ben gewoon echt mega super slim. Hoeveel is 9 keer 68? Au, Titus. Ja. Yeah. Dat is heel makkelijk. En dat is? Heel veel. Ik had het antwoord zo geweten. Oh, ja? Ja, de volgende vraag is van Maggie. Want Maggie vraagt, moeten jullie ook naar school?
Oeh, moeten we naar school, Titus? Nou, het is wel zo. We moeten wel eigenlijk wel naar school. Maar we zijn natuurlijk ook, we zijn al ietsje ouder natuurlijk. Dus we hebben al heel veel scholen hebben we gedaan. Gehad. Althans, ik heb er heel veel gedaan. Jij bent er ook wel een aantal keer geweest. En het is zo dat we zijn er eigenlijk een beetje mee klaar, toch? Wel. Ja, wij hoeven nu niet meer naar school. We hoeven niet per se naar school. Maar jullie wel. En dat moet je ook zeker doen, want dan word je hartstikke slim van. Maar dat is ook gezellig. Soms doen we nog wel een cursus. Een cursus? Zeg maar een soort bijscholingscursus van hoe moet je dit of hoe moet je dat. En dat gaan we dan wel eens doen, toch? Hoe maak ik een grap? Hoe maak ik een grap? Heeft Fien echt heel lang voor op school gezeten. Dat zijn van die dingen die gaan bij andere mensen gewoon vanzelf. Maar Fien is er nog even voor terug naar school geweest. Nou, dat waren eigenlijk de vragen. Leuk zeg. Hoe vond je de eerste uitzending? Kregen ze nog iets? Wat zeg je? Kregen ze nog iets? Wie? Onze kijkers. Allemaal? Nou, dat vind ik een beetje... Nee. Die twee leuke, die Romy en die Maggie, hè? Omdat ze een vraag hebben ingelezen. Ja. Natuurlijk, geef ze wat weg. Nou, hoppatee. Vind ik leuk. Hop, gelijk, laat het maar vallen. Een leuk Titus en Fien prijzenpakket. Ja, wat is het? Met Titus en Fien shampoo. Daar kan je je haren mee wassen. Een drinkbeker. Als je hem zo houdt, is die op zijn kop. Een broodrooddoos. Nee, een broodoos. Een brooddoos. Een brooddoos. En natuurlijk de bellenblaas. De bellenblaas, het zit er allemaal bij. Het komt naar je toe. We zijn echt heel blij met al die vragen. Ik vond het leuk dat je keek naar Titus en Fien TV bij de eerste aflevering op weg naar Hans en Grietje. Ik zal zeggen, tot volgende week. Dag! Dag allemaal! Dag, stelletje oliebollen! Ja, dag, oliebollen! Dag! Doei! Doei! Oh, ik ben zo blij dat het seizoen weer begonnen is. Heerlijk, hè, Titus? Heerlijk.